Met een ruikerbloemen voor Katrien de Vos en een overheerlijke fles voor Mark Verstraeten werd maandag in Leuven de 25e verjaardag van de Kotmadam gevierd. Op 30 december 1991 werd aflevering 1 van de Kotmadam uitgezonden. Katrien de Vos was maandag verbaasd dat de Kotmadam al een kwart eeuw op tv te zien is. Ik was daar verbaasd over. Ik dacht dat we 23 seizoenen ondertussen ingeblikt hadden. Maar effectief zijn wij 25 jaar, als we het uitrekenen, bezig met die Kotmadam. Ervoor tijdens die voorbereiding voor het eerste jaar uitzending, dat telt natuurlijk ook mee. Dus het is inderdaad een kwart eeuw. Ik ben daar op momenten niet goed van. Dat je denkt, allee, wie is een kwart eeuw? Constant? Niet constant, dat is niet waar. Maar krijgt de kans in dit medium om dat te mogen doen. Dat moet je ook zeggen. Meestal zitten mensen een paar seizoenen in een reeks en dan verdwijnen die en dan komen die terug in een andere reeks. Twee mensen zijn al die jaren van de partij gebleven. Katrien de Vos en Mark Verstraeten. En dan te weten dat de directie van VTM destijds eigenlijk andere hoofdrolspelers in gedachten had. Uiteindelijk kwam het erop neer dat wij een pilootprogramma mochten maken met Katrien en Mark als, voor de twee hoofdrollen. En eigenlijk was er bij VTM een vraag om dat eventueel met Ann Petersen en Max Snoer te doen. Ik had met Mark en Katrien al afspraken gemaakt. En ik heb dat met hun ook overlegd. Ik zeg, jongens, laat ons ons best doen. En dan lukt dat. En inderdaad, als het pilootprogramma aan VTM getoond werd, hebben Mike en Guido onmiddellijk gezegd, nee, we gaan verder met deze twee acteurs. VTM is deze zomer de oudste afleveringen van de Kotmadam terug aan het uitzenden. Die herhalingen weten meer dan 400.000 mensen te boeien. Katrien de Vos weet waar de tv-reeks de Kotmadam het succes aan te danken heeft. Ik denk dat je dat niet te ver moet zoeken. Het is een heel vies woord geworden, herkenbaarheid. Het lijkt een gezin, want veel mensen zeggen dat ook. Het is niet, de jongeren zitten daar op kot, maar heel veel mensen zien daar ook hun gezin en hun kinderen in. En wat ze uitsteken is niet veel anders dan wat hun kinderen in hun jeugd uitsteken. Of wat ze zelf uitgestoken hebben toen zij op kot zaten. Dat hoor je heel vaak van mensen die zeggen van, goh, dat wat jullie daar vorige week gespeeld hebben, dat met die dingen zijn, ze situeren dat dan. Heb ik u dat ooit verteld? Maar ik heb dat meegemaakt. Dus dat is die herkenbaarheid waarvan ze dan toch willen zien van, loopt het ook zo erg af zoals in onze tijd toen? Is het ook zo hilarisch? En dat doet mensen kijken, denk ik. Dit najaar krijgen we op VTM seizoen 22 van de Kotmadam te zien. Nu de makers al zo ver gevorderd zijn, komt ook de 25e jaargang in het vizier. Of seizoen 25 er effectief komt, hangt vooral van de Kotmadam en van Chef af. Twee rasacteurs die dan nog de inzet hadden, want uiteindelijk kun je op een gegeven moment ook mensen hebben die zeggen na 3-4 jaar, ik heb het wel bekeken of ik hou het voor bekeken. Maar ze hebben zich telkens geworpen en dat heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om ermee door te gaan. Want als er bij hun iets zou fout lopen of dat zij zouden gezegd hebben van het interesseert ons niet meer, ja, dan stopt het uiteraard. Hè. Dus met Kotmadam weet ik van schrijvers en van acteurs dat zij nog welgezind er een paar jaar willen bijdoen.